Is er iemand die dat ziet zitten? Een vrijwilliger of vrijwilligster, maakt niet uit. Jij ziet dat zitten, kom erbij. Wat is jouw naam? Letitia. Letitia, dames en heren. Jij ziet dat zitten, kom erbij. Oké, Letitia, ik ga dadelijk snel 4 boeken aan jou tonen. 1 boek bestaat niet. Maar ik kan ook een boek winnen van mij. Maar heb je bepaalde interesses waar ik rekening mee moet houden? Ik lees graag fantasy. Dat is het. Wat doe je voor werk of zo, nog iets? Ik ben lesgever Frans, dus... Oké, fantasy en Frans. Dan moet ik even kijken. Ik heb wel gelukkig in die sector een paar dingen liggen. Voilà. Ik denk dat dit boek... Dus Frans was het, hè, dat je gaf. Yeah. En fantasy vind je leuk ook. Yeah. Ik heb het boek Vinyl Parket en Vast Tapijt. Je mag het al even vasthouden. Je kan het winnen, maar je krijgt het nog niet. Je moet eerst nog een goed antwoord geven op dus mijn vraag. Dus 4 boeken ga je te zien krijgen. Eentje moet je eruit kiezen. Maar probeer het juiste eruit te kiezen. Want als je het juiste eruit kiest, ga jij Vinyl Parket en Vast Tapijt leggen op een manier waar heel veel mensen jaloers op gaan zijn. Oké, het eerste boek. Bestaat het of niet? Dat is de vraag. A Learning to Play with Lion's Testicles. Melissa Hayes heeft een boek geschreven. Ze ging graag op vakantie. Ze leert daar graag mensen kennen. Ze leerde graag dieren kennen. En alle aspecten van het mens en het dierenlichaam vond ze even interessant. Learning to Play with Lion's Testicles. Boek nummer 2. The Big Book of Lesbian Horse Stories. Alyssa en Monica zijn 2 meisjes die leven tijdens het interbellum. Maar dat doet er even niet toe. Wat doen ze in die tijd? Wat doen ze op de manege? Ze verzorgen de paarden. Ze verzorgen de stallen. En uiteindelijk ook elkaar. The Big Book of Lesbian Horse Stories. Boek nummer 3. Gibson in Charcoal. In de jaren 80 had je een soort van voorloper op het kleurboek voor volwassenen. Dat ken je ook wel, hè? En men probeerde de mensen duidelijk te maken dat als je bepaalde helden had, want nu zie je Mel Gibson, maar je hebt ook Tom Cruise en al die figuren, die moest je dan met potlood moest je overtekenen. En zo zou je rust vinden, omdat je helden op een rustige manier overtekent. Mensen die jou energie geven. En een specie verhaal, maar goed bedoeld. Boek nummer 4, Time Ninja. Is het in het jaar 2050. Robots nemen de aarde over, op een negatieve manier. Maar 1 ninja met 2 stokken gaat al die robots aanvallen. Hij kan ze verslaan en zo wordt 2050 toch nog een leuk jaar. Letitia, jij moet 1 boek eruit kiezen. 1 boek waarbij jij denkt van dit bestaat niet helemaal. Wat denk je dat het boek... Nee, we gaan het anders doen, want we zitten... Ja, Letitia. Voilà, de hulp van het publiek is een verstandige keuze. We zitten in Leuven, een verstandige stad. Dat is het voordeel. Daar gaan we misbruik van maken, ja. Letitia. Wie denkt bijvoorbeeld dat Learning to Play with Lion's Testicles niet bestaat? Zeg, geef je hand in de lucht, dat helpt voor... Dat zijn behoorlijk wat mensen. Wie denkt dat het boek The Big Book of Lesbian Horror Stories niet bestaat? Er zijn een paar fans ook wel, denk ik. Maar geen probleem. Wie denkt dat het boek Gibson and Charcoal niet bestaat? Ook een aantal mensen. En wie denkt dat het boek Time Ninja niet bestaat? Ook wat mensen. Met andere woorden, hier heb je niets aan gehad. Maar we hebben het geprobeerd, Letitia, en uiteindelijk, de echte keuze moet door jou gemaakt worden. Letitia, het gaat over parket liggen en vast tapijt en vinyl. Dus denk er goed over na. Welk boek denk je dat niet helemaal van bestaande aard is? Ik denk Time Ninja. Is dat jouw ultieme keuze? Ja. Oké, goed. Goed gekozen, Letitia. In die zin dat het jouw oprechte keuze is, en dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Als Time Ninja niet in deze zak zit, ga jij straks vinyl en tapijt en al die dingen leggen. Oké, het eerste boek wat ik terugvind in het is, geen twijfel eraan door de meeste mensen, The Big Book of Lesbian Horror Stories, bestaat. Oké. Veel mensen geven applaus voor zichzelf, maar 3 mensen hadden er eigenlijk... Maar oké, nee, dat is oké. Een boek dat ook bestaat, waar misschien iets meer twijfel over bestond, is het boek Learning to Play with Lion's Testicles. Een klassieker in het genre, zullen we maar zeggen. Ofwel haal ik er nu Gibson en Charcoal uit, ofwel haal ik er nu Time Ninja uit. Als ik er Time Ninja uithaal, dan ziet het er niet zo goed uit voor jou. Ik ga dat eerlijk toegeven. Oké.
Ga even kijken. Het boek dat wel bestaat, Letitia, is het boek... Fire Ninja. Maar Letitia, omdat jij eigenlijk een heel sympathieke kandidaat was, die recht heeft op een deftige vinyl, neem het boek gewoon mee. Letitia, dames en heren. Dankjewel, Letitia. Ja, en omdat ik nog tijd heb voor het allerlaatste boek om mee af te sluiten, wil ik gewoon maar even zeggen, dus er zijn heel veel boeken gemaakt in de geschiedenis. De meeste boeken hebben ook een nut gehad, absoluut. En ik heb een aantal onnozele boeken getoond, ook vreemde boeken getoond ook, maar één boek wil ik op een serieuze manier tonen. Het is een boek dat gaat over een medisch probleem waar ik zelf ook last van gehad heb, maar met niemand over kon praten. Dus ik wil graag op een serieuze manier afsluiten met een boek dat mij erdoor heeft geholpen op moeilijke momenten. En ik hoop altijd, als er één iemand is die in dezelfde situatie zit, kan die misschien toch nog iets overhouden aan deze voorstelling, door te weten dat dit boek bestaat en dat het misschien ook een soort van wetenschapsbron of informatiebron zou kunnen betekenen, waardoor je meer te weten komt en dat je minder alleen voelt in deze wereld. Het is een boek dat gaat over een probleem waar misschien 2% van de mensen mee te maken hebben, maar ik weet dat het mij geholpen heeft en ik hoop voor jou hetzelfde, mocht je ermee zitten. Het ligt hier vooraan, ik ga het hier leggen, mag je altijd eens in komen kijken. De titel is How to Live with a Huge Penis. En wie weet, veel plezier met Admiral Freebie. Tot de volgende keer, merci.